Maar ik denk dat Dallas er vooral bezig is om een andere dekking te gaan spelen. En dat vergt gewoon veel meer tijd dan aanvallend iets neer te zetten. Het zijn natuurlijk allemaal wat grotere meiden die misschien wat minder snel in de benen zijn. En die nog steeds wat moeite hebben om deze dekking te spelen. Nou ja, ik hoop dat dat nog een wedstrijdje duurt eer het helemaal goed bij ze zit. Maar dat is denk ik momenteel waar we de meeste mogelijkheden hebben om die dekking uit elkaar te gaan spelen. Ik hoop dat mijn speelsters in ieder geval wel die dingen gaan doen die we van de week op trainen hebben gedaan. En dat betekent dat we veel gaan bewegen zonder bal. Het valt niet mee om 6 hele ervaren speelsters te vervangen. Nou, dat doen we vooral in de kwantiteit, doen we met heel veel jonge speelsters te werken. En vanavond doet er weer een jonkie mee, dat is Emma Molenaar. Omdat we daar wat problemen hebben. En dat is een cirkelspeelster. Ja, een meisje wat sterk is, fysiek goed is. En eigenlijk altijd op de goede plek staat. Dus laten we hopen dat ze dat vanavond weer doet. Wat zijn de ambities voor de komende tijd? Nou ja, de ambities is eerst om rust te creëren. Het was hier natuurlijk voor mijn tijd, de trainers waren hier nooit zo heel erg lang. Er zijn heel veel trainers geweest, maar eigenlijk vaak tot de kerst of net iets eroverheen. En dan was het alweer klaar. Ik heb net ook toegezegd om volgend jaar ook nog een seizoen aan door te gaan, zeg maar. Dus de continuïteit wordt daardoor ook verlengd. Om ook wat rust uit te spreken naar de speelsters toe. En wat dat betreft zijn we gewoon bezig om te bouwen. We zijn iets meer gaan trainen. We trainen nu 4-5 keer in de week. Verleden jaar was dat gewoon beduidend minder. Dus ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Ik hoop vanavond in ieder geval dat mijn speelsters wel wat vechtlust op de mat gaan leggen. Voor de Dalfse stoot nummer 3 is Jaro nooit meer.
Voor Dalsen scoort nummer 11, Nele Arthurissen. Plaatsnemen. En voor Dallas de score is Chantal Lockhart. En dit was het eindsignaal van deze wedstrijd. Ik denk dat we meer beleving hebben getoond dan de afgelopen weken. Dus daar ben ik echt wel heel blij mee. Daar moet ik de groep ook wel een compliment voor geven. Ik denk dat we in de dekking op zich goed hebben gestaan. Zeker in zo'n eerste helft. Alleen we krijgen wat ongelukkige ballen tegen. Dus ballen die terugkomen die we dan net niet hebben. Of een balletje wat we blokken wat terugkomt bij SCW waar ze uit scoren. Dus ja, ik denk dat we uiteindelijk tevreden moeten zijn met 9 doelpunten verschil. Nou ja, er zit nog heel veel groei in dit team en daar moeten we ook wel de tijd voor nemen. Kijk, uiteindelijk worden de prijzen pas in mei verdeeld, dus dan moeten we zorgen dat we er staan. En goed, de komende periode hebben we natuurlijk ENO, Voorholte, VC2. En dan komen voor ons weer de wedstrijden tegen VOC en Quintus. Ja, daar gaan we naartoe werken. Wedstrijd tegen ENO, hoe gaan jullie daarop voorbereiden? Nou, gewoon weer door met normale gang van zaken. Dus de hele week goed trainen en zeg maar op donderdag en vrijdag de aandachtspuntjes tegen ENO pakken.